Yo filmbuddies, een geïrriteerde Noah Zeeuw hier, want ik word echt toch knijterlijf van al die Star Wars producten die echt zo nutteloos zijn. Oké, ik heb niks tegen de film, ook niks tegen Star Wars, maar hallo hé, ik kreeg dit opgestuurd hè. Tissues, Star Wars. Hier, en dit, een keukenrol, Star Wars. Oké. De kat van de buren. Toen ik deze producten kreeg, had ik ook gelijk op Instagram even een bericht gestuurd van hé jongens, zien jullie ook allemaal van die gekke Star Wars producten? Stuur het naar me toe. En ik heb ze even allemaal verzameld en we gaan even met z'n allen kijken wat voor trieste producten er allemaal met Star Wars verbonden zijn. Nummer 1. BB-8 sinaasappels. Hey. Of hier, een zakje Darth Vader appels. Hier water. Nog een flesje met ander water. Een theezakjeshouder. Met Star Wars. Ik snap de logica niet. Oh my god. Zelfs gewoon mascara van Star Wars. Nou ja, limited edition Star Wars. Dan is Chewbacca nog lang bezig, denk ik. Is dit nou een hazelnoot? Star Wars melk! Star! Zelf. Oh, Yoda grapes. Mike. Ja, die vergelijking snap ik dan weer wel. Yoda, groene mandjes en druifjes. Hier, scheermesjes. Doe normaal gek. En dan ook nog maar met BB-8. Nou, als ik één gladde bal kan bedenken, dan is het BB-8 wel. Maar ja, dan natuurlijk wel. Hoe komt hij zo glad, hè? Star Wars lippenstift. Dit vind ik helemaal gek. Soep. Soep. Chewbacca soep. Echt, wauw. Ik denk, wauw, nee. Ik ben een beetje flabbergasted. Er is zo immens veel Star Wars te zien. Je komt je bed uit en je, Star Wars. Mand. Dit vind ik dan wel weer hartstikke geinig. Een douchekop in de vorm van het hoofd van Darth Vader. Ja, dat vind ik dan wel weer leuk. Die zou ik dan wel weer willen hebben. En natuurlijk, een verbanddoos. Juist hem. Ongelooflijk. En wat is dit? Oh, nee. Tape. Ja, nee. Zo. Star Wars hakken. Ik vraag me af welke debiel hierop wil lopen eigenlijk. Hier. Komen die keukenrol weer tegen. En wat is dit? Oh my gosh. Er is zelfs mondwater van Star Wars. Ik vind het echt ridicuul. Het is echt belachelijk. Hier, van een bureaustoel van Star Wars. En wat hebben we hier? Star Wars Crocs op de markt brengt. Maar, door naar de volgende. Voor als je ooit een keer wil gaan barbecuen, dat je dan een klepper hebt. Of een Star Wars, hoe noem je dat zo'n ding, zo'n knijptang. May the hamburgers be with you. Jullie hebben mij ook nog een paar toegestuurd. Hier, een messenset in de vorm van een X-Wing. Je hebt dus ook nog Star Wars ondergoed. Nog meer dingen gekregen. Ene Jo stuurt me ook nog dat ze bij de Primark een Star Wars badset hebben. Nou, en wat lees ik hier nog? Hier zeggen ze dat ze in Hongarije zelfs Star Wars tampons hebben. Nou, ik hoop dat je weer heel veel wijzer bent geworden van al deze nutteloze producten van Star Wars. Ik word echt knijter geïrriteerd van. Ik weet niet waarom. Ik moet ook weer niet zeuren, maar ik vind het gewoon zo ridiculous hoeveel producten er allemaal nog met Star Wars te koop zijn. Het is ernstig, dames en heren. Ja, je zou bijna verwachten dat ze ook een film zouden hebben gemaakt. Wacht. Heb jij nog meer Star Wars producten gezien die ik nog niet heb genoemd in deze video? Stuur me die dan naar @defilmfabriek, een privéberichtje. Vind ik namelijk best geinig. Ik ga ze namelijk allemaal verzamelen en ik wil kijken hoeveel er in totaal zijn. Dit zijn er slechts een aantal, maar weet je hoe knijterveel er nu al zijn. Vergeet niet te abonneren, want aankomende vrijdag heb ik weer een nieuwe video voor je klaarstaan. Namelijk een hashtag filmreview. Een film die uit gaat komen of al uitgekomen is deze week. Die ik alvast voor jou heb gezien. Zodat jij eigenlijk alleen maar weet, oké, moet ik naar deze film gaan? Ja of nee? Noah bepaalt voor mij. En wil je dat nou zien? Zie je dat vrijdag. En anders zeg ik, later!